alles staat vandaag in het teken van N-VA. Dit congres is het eindpunt van een lang traject. Hier wordt de inhoud gelegd van hoe Vlaanderen er zal uitzien, daar ben ik 100% van overtuigd. Wij zijn degene die de toekomst aanwijzen van Vlaanderen en vervolgens die toekomst mogelijk maken. Zij kiezen ervoor om zich te engageren, om hun nek zelf uit te steken voor verandering en vooruitgang. De keuze voor N-VA was voor mij voor de hand liggend. De vraag was alleen of ik in de politiek zou stappen. Ik heb voor N-VA gekozen omdat N-VA voor mij de enige partij is die structureel iets wil veranderen aan de toestand in dit land. En dat vind ik meer dan nodig. Het is ook de enige partij die consequent heeft gekozen voor een confederalisme. De hubris van de Europese Unie kwam voort uit een romantische kijk op de EU. Wat wij bovenal nodig hebben is geen romantiek, maar realisme. Beste vrienden, ik denk dat mijn aanwezigheid hier vooral vandaag moet aantonen dat jullie eigenlijk allemaal liberalen zijn, zonder dat je het beseft. Ja. Morgen stropen we effectief de mouwen op en buigen we ons over die 435 resoluties, over die 2500 amendementen, concrete voorstellen die het confederalisme van de N-VA verder vormgeven. Er moet ook enige ontspanning zijn, enige verpozing. De boog mag niet altijd zo gespannen staan. En om te wijzen dat we ook op dat vlak een hechte familie zijn, hebben we verschillende activiteiten georganiseerd. Weet u met welke eenheid radioactieve straling wordt gemeten? Nu, de eerste resolutie. Wij moeten ons niet vergelijken met andere steden. Wij zijn perfect bekwaam om te doen wat wij doen. Ik open de stemming over resolutie 1. Dit is eigenlijk het hoogtepunt van de democratie, de interne partijdemocratie, toch zeker. Daarom ook de zinsnede Doe Meekratie. Alle leden zijn hier vandaag uitgenodigd. Het is fantastisch om te zien de inspraak die de leden krijgen op de congresteksten, op het programma. Het is niet gezien. Enerzijds krijgt u het originele voorstel, anderzijds het geamendeerde voorstel. Dan krijgt elkeen die zijn amendement heeft ingediend de mogelijkheid om dat persoonlijk toe te richten. Ik denk dat het een bijzonder efficiënt gebeuren is, die zich zal vertalen in een vlotte plenaire sessie morgen. Het geeft toch een algemeen een goed beeld over dat je met mensen die gelijkgezind zijn stemt over bepaalde zaken waar er met Vlaanderen naartoe moet worden gegaan. Ik vind het ongelooflijk hoe vlot het inchecken gaat, problemen opgelost worden. Dus ik vind het echt een tip-top logistiek evenement. Wat hebben we nog te bespreken? Want niet tegenstaande die lange vergaderen, debaturen van gisteren, hebben wij nog werk op de plank.
Goedemiddag, welkom op de slotzitting van het congres Verandering voor Vooruitgang. Kei moe, kei content. Wat een drie heerlijke dagen. Drie dagen debat en discussie. Het ging drie dagen niet over wie, maar over wat. Over inhoud. Over welke visie... Over welke visie en voorstellen we de Vlamingen voorleggen, zodat we opnieuw hoopvol vooruit kunnen kijken. En opnieuw vooruit kunnen geraken. Verandering voor vooruitgang. Wij hebben eigenlijk maar één grote ambitie. Wij willen de Vlamingen het beleid geven waarvoor ze al zo lang stemmen, maar dat ze nooit krijgen. Een beleid dat beloont wie verantwoordelijk neemt. En dat dus beloont wie werkt, spaart, onderneemt, investeert. Wel daarom, beste vrienden, kiezen wij voor confederalisme. Om onze eigen problemen te kunnen aanpakken met onze eigen oplossingen en onze eigen centen. Dat is confederalisme. Welke verandering hebben wij N-VA'ers dan voor ogen? Hoe denken wij opnieuw vooruit te kunnen gaan? En de voorbije dagen hebben we met z'n allen gedebatteerd, gediscussieerd over 435 resoluties en 2500 amendementen. En twee kerngedachten kwamen eigenlijk altijd terug. Verantwoordelijkheid belonen en samenhorigheid versterken. Wij willen verantwoordelijkheid belonen. Kijk, in wat een gek land leven wij. In wat een gek land leven wij als de overheid net diegene bestraft en belast die zorgt voor onze welvaart en dus ook voor ons welzijn. Wij willen die samenhorigheid versterken, onze gemeenschap versterken, door verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Iemand die tegenslag kent, die bieden wij een helpende hand om hem terug recht te trekken, zodat hij snel terug op eigen benen kan staan. En dus voor de N-VA geldt steeds duidelijk, sociaal en verantwoordelijk. Ik kan zo nog uren doorgaan, maar we moeten beslissen, het is decision time, we moeten stemmen en dus zoek alvast maar uw stemkaart. Nee, dit is geen beleid voor enkel de N-VA'ers of zelfs maar enkel de N-VA-kiezers. Dit is een aanbod aan 6 miljoen Vlamingen. De vraag die ik u bij deze stel is eigenlijk heel eenvoudig. Wie wil verandering voor vooruitgang? Wow, dat is heel veel. En ik denk dat het is aangenomen. Dank u. Dank u hartelijk. Ik dank uit de grond van mijn hart al wie dit mee mogelijk gemaakt heeft. Maar eerlijk gezegd, uiteindelijk doen we het eigenlijk ook voor die vele 6 miljoen Vlamingen. Om hen perspectief te bieden, om te tonen dat het anders kan, dat het beter kan. Verandering voor vooruitgang, ik dank u zeer. Ik heb in 2000 was ik gestopt met optreden, maar ineens had ik weer de goesting te pakken. Ik was thuis naar een hele oude video van mijn eigen aan het kijken. En toen dat ik dan die een lachband hoorde die ze daar in de montage ondergeplakt hadden, toen wist ik weer waarvoor dat ik het allemaal gedaan had. Om de mensen gelukkig te maken. Dit congres is het resultaat van een proces dat al meer dan een jaar geleden is begonnen. Het voorbereidend werk tot dit weekend was in één woord gigantisch. Daarom wil ik eerst nogmaals hulde brengen aan één van ons, want zo'n congres tot een goed einde brengen is echt geen eenvoudige opdracht. Daarom nog eens, Ben, mijn hartelijke gelukwensen aan jou als congresvoorzitter. En dat applaus, dames en heren, is natuurlijk ook bestemd voor de vele vrijwilligers, vele medewerkers die het hier sinds vrijdag hebben georganiseerd. Met jullie was het perfect. Die teksten zullen de komende jaren het politiek handelen van onze partij bepalen. En het belang daarvan mag u echt niet onderschatten. Want elke hervorming die onze beweging ooit gevraagd heeft, is er uiteindelijk gekomen. En altijd zei al de rest nee of non. Altijd was het onmogelijk en het was altijd nooit, jamais. Tot het dan toch gebeurde. Kracht van verandering, de wil tot vooruitgang, zal altijd zegevieren. En dus komt er verandering, er komt verandering voor vooruitgang. Een idee,
dat niet gevaarlijk is, is het niet waard om een idee genoemd te worden. Ik geef het toe, wij zijn gevaarlijk. Wij zijn gevaarlijk voor degenen die denken dat het niet aan de kiezer is, maar wel aan hen om te zeggen wie er in de volgende regering mag, op welke voorwaarden en wie er minister mag worden. Maar dat is niet belangrijk. Want wij zullen allemaal samen, vanaf nu tot 25 mei, ons geloof zelf naar de mensen brengen. Onze uitwerking van het confederalisme is het instrument om verder te kunnen bouwen aan dat Vlaanderen, het Vlaanderen waar wij van dromen. En dus staan we hier en we kunnen niet anders. En we staan hier op een belangrijk moment. Want op 25 mei oordeelt de Vlaamse kiezer over de toekomst. Het PS-model of het N-VA-model. Doen we verder met een België dat mensen die werken, sparen en ondernemen afstraft met steeds hogere belastingen, dat de overheidsuitgaven veel sneller laat groeien dan de economie kan opbrengen, dat blijft aanmodderen in plaats van eindelijk grondig te hervormen. Onze keuze is gemaakt. En wij gaan die keuze vanaf vandaag samen uitdragen in alle straten van Vlaanderen. Spreek iedereen aan. Overtuig uw buren, uw collega's, uw vrienden en uw familie. Want het is tijd. Tijd voor ambitie. Tijd voor durf. Tijd voor verandering. Verandering voor vooruitgang. Het is tijd voor de N-VA.